Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En in deze aflevering gaan we werken aan de studio samen met Rovi. En ik heb hier... En Daisy Duck heeft mij net verteld wat er allemaal is veranderd aan de studio. En dat zie je... Nou, ik zal het gewoon kort samenvatten na het intro. Okay, people, let's go to work. Nou, jongens en meisjes, we weten allemaal wanneer we de studio binnenkomen dat het gewoon helemaal afgeschermd is en dat we eigenlijk helemaal niet binnen kunnen komen. Maar we gaan nu deze keer in deze video exclusief een kijkje nemen naar wat er is veranderd. En ik mag jullie gelijk vertellen dat het pad is aangepast. Het gaat niet meer van brik, maar het gaat meer van de stone slabs. En daarin zie je dus allerlei Disney figuren staan in de studio. En de studio geeft een hele andere sfeer, omdat je namelijk in een andere soort wereld moet komen. Het is heel veel winkeltjes. Dus hier een soort Main Street hebben we hier. Die verkopen allerlei knuffeltjes. We verkopen allerlei drankjes. Er zijn wat toiletten ingebouwd. Kortom, nog een Disney figuur trouwens. De Buzz Lightyear. Die komt iedereen begroeten. Ik begroet samen met kerstman Bassie. Jordi bezoeken wij even de studio. En dan kom je aan bij de grote magische hoed van Mickey. En dat heeft een Franse benaming, maar die is heel lastig uit te spreken. En bij Daisy Duck gaan we dus verder. En we zien ook Sully staan van Mike en zijn monstertjes. En aangekomen zitten we hier dus in de studio die nog in de bouw is. Keihard in de aanbouw. Nou, zoals je ziet is het al heel leuk oogt het. Ook winkeltjes hier. Het is een hele grote. En dit is mijn favoriete. Dit heb ik gisteren gemaakt, gebouwd. En het gaat als volgt. Om het half uur hebben wij een geweldige grote Frozen show. Dit is dus Vincent's Frozenhof. En dit is een... Ik had gewoon zin om weer eens wat te bouwen qua gebouwtjes. Die kant ga je richting de Wally en de Wreck-It Ralph en de Disney Scenes. En daaraan grenst dus dit kleine... Ja, het is een Frozenhof. Ja, het is niet echt een woord, maar het is meer een benaming. En het is dus eigenlijk een restaurantje waar dus heel het Frozen team optreedt met een hele leuke show. En dat helemaal in de ban van niet echt de sneeuw thema, maar gewoon in een dagelijks leven thema. En zelfs het zonnetje en waarom Olaf niet smelt, heeft een reden. En dat is een soort verhaaltje wat afspeelt. Hier kan je dus lekker wat eten aan met z'n allen aan tafel. En het oogt gewoon een heel leuk... Dit is eigenlijk gewoon een klein restaurantje wat eigenlijk een beetje mijn restaurantje is geworden. Ik vind het echt wel een van mijn favoriet geworden. En kom zeker langs als je in de studio bent. Nou, er zijn nog een aantal huisjes die je nog niet wel herkent uit het park. Want die zijn gekopieerd en die worden gerenoveerd. Dus die worden anders ingericht dan andere en die vormgeving wordt wat aangepast. Dat is hetzelfde voor alle andere Main Street huisjes. En Robbie heeft die daar in de hoek gemaakt, hè Robbie? Ja. Dat hoekhuisje heb je gemaakt? Ja, die is van mij. Ja, en ook dat huisje daarnaast heb je ook gemaakt, hè? Dat, ja, klopt. Dat staat een beetje los van het andere huisje. Maar dat ja, is dat niet wilde deze, ik zo doen. Oké, okay, grappig. Want dat dan, weer dan gaan die dingen zo aan elkaar zitten en zo. Ja, dat op zich... Ja, op zich en hier zitten ramen in de zijkant, dus. Oké, okay. Oh ja, prima. Zo denk je, ja. Nee, top. even kijken, hoor. Nou, en zo zie je maar weer, vandaag ben ik begonnen aan de bouw van de Toon Studio. Ik laat jullie nu een foto zien hoe dat eruit ziet. Hier zie je dus het park. En het park loop je in van Disney. Je loopt door de Main Street, bla bla bla. We volgen de sterretjes eigenlijk. Volgens mij is dat het pad voor de Disney parade die je ziet. Dan ga je naar voren door het kasteel. En dan ga je nog verder naar voren. En daar is eigenlijk schuin naast de It's a Small World staat Mickey's Toontown. En wij hebben dus er iets anders van gemaakt. Bij ons heet het gewoon Toontown Studio. En dat is dus een onderdeel van de Disneyland. En daarin zie je dus Mickey Mouse en hele leuke kleurrijke gebouwtjes. En dat maakt het wel heel vet. En nu zijn we weer huppakee in game. En we zijn eigenlijk achter het hekje gekomen wat eigenlijk nog niet... Ja, sorry hoor. Je kan wel boos zijn of verdrietig, maar sorry. Ja, je kan er makkelijk over vrienden. Hoor. Kijk, er komt wel weer iemand. Echt? Ja, dat is ook niet erg. Maakt ook niet uit, ze mogen gewoon freerunnen. Kijk, je kan gewoon heel makkelijk hier erop, maar dat geeft niet, want ik had zoiets van, moet ik dat weer aanpassen, dan ziet het er weer minder uit. Maar je gaat dus onder een tunneltje door en dat tunneltje wordt gelinkt met een treintje. En dat treintje, dat is eigenlijk weer terug aan het komen, omdat we eigenlijk nog helemaal geen... We hebben geen trein in Disneyland en om dat, zeg maar, te voorkomen gaan we gewoon één lange trein maken en die gaat langs Toon Studio. Dus, we zijn nu bezig met het gebied zoals je ziet.
En het wordt echt fantastisch, want het wordt echt een heel leuk, leuk gebied ook. Want het wordt, ja, er komen heel veel Disney-figuren komen er ten eerste. Mickey Mouse een huis gaan we bouwen, Donald's huis. Er komen allerlei leuke figuren die er rondlopen. We krijgen achievements die we verstoppen. En misschien ook wel natuurlijk de twee attracties, zoals die stoomtrein. En nog een andere attractie voor in de studio. Maar daar ga ik nog niks over vertellen. Nou, je ziet dat de Toy Story staat daar. Die is ook nog flink in aanbouw. Samen met het hele Toy Story gebied. Want dit zijn dus drie attracties. Dit zijn de Army parachutjes. Dus de Toy Story Army parachute attractie of zo. Het heeft nog niet echt een naam nog. En hier hebben we Slinky. En Slinky is een rups. Die gaat heel snel... Een rups? Rups. Ja, een rupsbaan, om het zo te noemen. Hè? Oh, dat is een rupsattractie hier. Kijk, een rups! Oh, hier alweer rustig, een rustig. Hond. Ja, ja, nee, ja. Het is een hond, maar het gaat in een rupsbaan verloop ding. Ja, oké, okay, daar heb je gelijk in. Ja, dan. Toch? En het is een schatje, want het was vroeger de Pluto. En ja, we hadden zoiets van, waar maken we van deze hond niet een Slinky hond? Dan zetten we hem in Toy Story. En zodoende is dat nog niet de definitieve plek. Maar hij staat nu eventjes daar. We gaan hem waarschijnlijk hier in het midden zetten. Want dit moet het Toy Story plekje worden. En daar komt een hele grote interactieve dark ride. Die nog keihard in de aanbouw is. Ik mag niks laten zien. Maar in dit gebouw wordt eigenlijk een fantastische dark ride gemaakt. Echt, ik kan je verzekeren, dat wordt heel vet. En nou ja, de theekopjes zijn nu ook hier neergezet in de studio. Die zijn verplaatst van het Atlantis thema naar hier. En die komt waarschijnlijk gewoon in het midden staan van de studio. Omdat het allemaal zijwaarts ligt. En dat gaan we gewoon nu al gelijk doen. Ik ga hem gewoon nu verplaatsen. Hey, ik kan door de grond heen zien. Zie je dat? Ik ga deze verplaatsen dus eventjes. Even kijken. Ik moet even kijken of we het goed gaan doen. We staan hier. En dan zeggen wij up 30. En dan kopiëren wij dat. Ik zie nog steeds door het... Ik snap dat soms niet. Soms dan laat mijn kracht heel slecht. Heb je dat ook niet, Roy? Nee. Zo. Roy, we praten... Ja, ik hoor je echt keihard. Wat? Ik hoor jou keihard. Oh, heb je mij? Ja, ik heb je harder gestemd. Ja, Roy praat soms de ene keer zacht en de andere keer hard, mensen. Dus vandaar dat ik af en toe moet corrigeren met een gesprek. Kijk hoor... Nou, dus ik ga deze kopiëren. Ik laat hem nog wel staan, want ik vind het pad wel leuk zo. En dan gaan we hem gewoon ergens in het midden zetten. Wat nou als we hem hier plaatsen? Kijk hoor. Misschien wel tegenover de studio in het midden. Maar dan moet ik even kijken hoe ik hem in het midden zet. Want misschien kan jij dat even kijken. Daar is de ingang. Stel je voor, ik moet hem eerst plaatsen. Gewoon even uit het koppie. Oh, natuurlijk moet ik hem dan niet zo plaatsen, maar moet ik hem wel... Toch hier. Niet in het midden. Nee, net... Oh, toch niet, nee? Nee. Is dat een gok of... Hij moet nog... Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5 plekken? 4? 5? 5, voor mij 5. Ja. Ik ga ze proberen, okay. Hè? Wacht even. Dus dan gaan we... Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Bla 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 bla. En nu? Is ah, nou nog. Nog. Oh. Huh? 2 naar rechts. Oh jee. Wat apart hè? Soms klopt het echt niet hoor. 1... Twee, hier. Ik niet voor gaan staan. Zo. Ja. Weten? Is het leuker, hè? Helemaal in het midden. Misschien leuk om zo de attractie inderdaad te doen. Dan heb je, dan heb je dat pad en daar dat pad. En daar kan je dan wat mooier wat van maken. Dan gaan we deze natuurlijk slopen. Dus ik ga eens eventjes het blokje weer pakken. En dan gaan we eens kijken of we dat kunnen... Nee, dat kunnen we dus... Dat is zo raar bij World Edit. Je kan niet soms twee keer hetzelfde blokje achter elkaar selecteren. Dus ik maak er een blokje omdat bovenop. Omdat je hem al hebt geselecteerd. Ja, waarschijnlijk. Klopt. Ja, misschien wel, ja. Kijk hoor, ik denk dat het inderdaad is. Nou, zet 0 en dan... Oh, nog een stukje vergeten hier. Ik zal het nog even weghalen. Excuus mensen, excuus. Zo, oh hier nog een stukje uit, wat uitsteekt. Zo, nou dit is natuurlijk een heel eng dun pad. Dus dat moeten we eigenlijk corrigeren met het volgende. Zo corrigeren we dat. Hoppakee, dan hebben wij een mooi stuk pad. Ik weet niet of hij is daar wat dikker dan daar. Dus we moeten hem eigenlijk daar wat inkorten. Ik zeg, stel voor dat we dan dit doen zo. En ik denk dat hij dan bijna een soort van gelijk is. Ja, dat ziet er goed uit. Nou, tof. Ziet dat er echt goed uit? Of, ja, dat is voor mij goed in de puntjes. Ja, die klopt, die afmeting. Dan heb je ook nog wat grasgroen. En dan kunnen we ook nog wat struikjes pakken. Ik pak die even snel hier, van de bomen. Dan pak ik even dit struikje, dat is namelijk de Oaklief. En dat komt door de biomes, dat hij natuurlijk een andere kleur heeft. Kijk, dan kan je die natuurlijk ook een paar plaatsen. Nu lijkt het net van die birch trees, joh.
Weet ook niet. Oh ja. Ja, komt door de Bayern, moet je nog even aanpassen. Dat zeg ik toch? Ja, maar... Dat zeg ik toch? Zo. Zo, hier nog wat, zo. Hier nog wat, zo. Hoppakee. Zo, hoppakee. Schattig. Uh-huh. Nou, hier kan ook nog wat een pad, moeten we even corrigeren. Dat komt wel goed nog. Maar dan hebben we in ieder geval... Ja. Kijk, omdat het natuurlijk studio is natuurlijk... Ja, omdat het natuurlijk wel wat oogt. Het ziet er wel grappig uit op die manier. We zijn daarom ook heel de stuur aan het aanpassen. En dat is een hoop werk, maar wel leuk. Want ja, natuurlijk studio's denken jullie dat er altijd hele mega attracties staan in Dark Rides. Maar we gaan dat juist een beetje mengen. We hebben natuurlijk de Tower of Terror. We laten toeien staan in dit gebied. We hebben natuurlijk de Toy Story. Daarbij grenst het Toy Story Museum. Dan krijgen we nog de theekopjes, maar daar kan je niet echt in. Dus dit is eigenlijk niet een attractie, de Rups ook daarentegen niet. We hebben natuurlijk een hele grote Muppettheater, waar we nog ook van alles moeten inrichten nog aan de andere studio poorten eigenlijk, waar we nog genoeg plek hebben. Dan krijgen we natuurlijk dat vernieuwde Toontown studio. De Main Street hebben we. En achter hebben we... Je wilde nog iets met Alice in Wonderland doen en... Oh, dat is al... Oh, nee, weet je, of... Ja, mogen we dat verklappen? Ja. Maakt niet uit. Roy spoiled. Dankjewel voor de spoiler. Maar jullie hebben dat gewoon nu meegekregen, gewoon voor deze video speciaal. Maar oké. Als Roy dat wist, dan wist ze dat Alice in Wonderland in het Sprookjesbos komt en niet in de studio. Maar we hebben dan ook de Wally. Dat heb je niet gezegd. Oké, nou, misschien moet je dan eens even gaan zoeken. Dan zie je hem vanzelf staan. De Wreck-It Ralph staat natuurlijk in het park. We hebben de Disney Scenes, we hebben de Wally. En het Sprookjesbos grenst aan de studio. Maar waar ik nu over vlieg, het pad, gaat ook waarschijnlijk verdwijnen. En in deze plek, in dit gebied, komt dus Toontown Studio. Omdat het helemaal achter de Wally gaat lopen. En zoals je ziet, hebben wij een ruime plek die we kunnen gaan bouwen voor de studio's. Tussen de bomen gaat het liggen, echt fantastisch. En dat wordt heel erg fantastisch. Ja, meer kan ik niet over zeggen. Ik kan zeggen dat we bezig zijn dat hier zelfs een attractie is weggehaald. Die eerst daar in de buurt stond. En die staat nou helemaal hier zo. En die wordt ook nog verbouwd en verplaatst. En hier zien we ook nog heel veel Main Street. Dat gaat ook nog aangepast worden. En daarachter is natuurlijk de Tower of Terror. De Ratatouille. En we hebben nog een Muppet attractie. En die wordt waarschijnlijk ook verplaatst. Omdat die daar heel erg apart en raar staat. Ja, hij staat er wel leuk. Maar ik vind hem niet passen bij het gebied. Omdat de Ratatouille moet eigenlijk helemaal achter in het park liggen. En wat ik ook heb gedaan, is misschien grappig om te weten. Want het is echt heel veel updates denk ik in deze video. Echt de update video. Dat ik ben begonnen aan de achterkant van het... achter het glas gaan bouwen. Ik ben echt serieus achter het glas gaan bouwen. En ja, dat is heel apart. Heel raar, maar het was nodig. Ja... En de vlag van Jafar ligt eigenlijk niet in de studio, omdat daar in de verte waar je dat witte ziet, waar ik nu naartoe wijs, daar is eigenlijk de poort naar de studio's. En dat wordt ook aangepast. Nou ja, hier hebben we een plein, hebben we een waterfonteintje hier, daar ga je omheen. Die Main Street hebben natuurlijk ook een attractie. En die wordt waarschijnlijk ook aangepast, die wordt waarschijnlijk weggehaald daar. En dan gaan we eigenlijk het volgende doen. Is dat we zeg maar hier een cirkel maken. Ik ga het nou gewoon grof bouwen hoor, voor iedereen. Kijk, hier gaan we een cirkel maken. En die sluit aan met dat pad. Dan heb je hier een soort van, dan gaat dit weg. Zo. Maar dan heb je een soort van cirkel om de boom heen. Een klein pleintje, heel klein pleintje hier zo. Zoals je ziet, een beetje het idee hè. En dan gaat dit weg. En dan gaat die attractie wordt naar de studio verplaatst. Want die gaat dan in het midden staan. Of die blijft hier, want ik vind het wel een hele mooie plek hebben hier. Het is zonde. Maar als wij dan het Sprookjesbos kunnen gaan uitvergroten of verbreden, dan kunnen wij via de Frozen attractie een pad maken. En die gaat dan weer helemaal daar naartoe. Zodat dit ook een onderdeel wordt van het Sprookjesbos. En uiteindelijk het Sprookjesbos van ons, het Disney Sprookjesbos, het grootste attractie evenement. Of in ieder geval het grootste attractie, de attractie wordt van het park eigenlijk. Nou, laat me weten in de comments wat jullie van dit idee vinden. Er moet nog heel veel gebouwd worden en veranderd. Maar zoals je ziet wordt er ook heel veel gesloopt en heel veel dingen ook weer aangepast in een positieve zin. En dus de derde keer dat we bezig zijn aan de studio's die we opnieuw gaan bouwen. Zoals je ziet, ziet het er al in mijn ogen op zich goed uit. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden tot nu toe. En Roy, wat heb je eraan toe te voegen? Want ik ben alleen maar aan het kwabbelen. Ik kan zo in Kabouter Plop meespelen.
Ja, dat weet ik niet. Wat, ja, wordt gewoon heel leuk en kom kijken. Zou ik zeker zeggen. Zeker weten kijken, ja. Het is natuurlijk nog helemaal niet af. En dat heeft heel lang geduurd voordat de studio's openen, maar ik wil wel een soort van iets van een soort van terug doen naar jullie. En dat is dat we dan die interactieve attractie, die daar in de verte zie je hem al staan, dat dat een wereldprimeur wordt voor ons park. Dus echt, het wordt echt iets nieuws. Het wordt echt iets vets. En ja, een interactieve dark ride werd gevraagd. Wat is dat, Vincent? Dat kan eigenlijk van alles zijn. Het kan wat kan je nog meer? Het kan iets met beweging zijn. Misschien wordt het wel een loopattractie. Misschien wordt het wel iets met bewegende poppen. Het wordt wel iets heel gaafs. En jullie moeten iets gaan doen. Jullie hebben een missie. En die missie kan je volbrengen. En daarmee kan je ook weer achievements gaan winnen. En het wordt echt heel gaaf. En dat allemaal in het park. En als dat een succes heeft. En dat wordt zeker weten een van mijn favoriete attracties. Ja, ik kan het zeggen. Want ik ben er binnenin geweest. Ja, Robbie, de rendier. Dan gaan wij, als het echt een succes heeft. En het scoort. Gaan wij die techniek aanpassen. In een andere attractie. Die wat minder is in ons park. Ja, ik ga niet zeggen wat. Maar het wordt wel een attractie die een onderhoudsbeurt krijgt van ons. Oh, je bent echt. Ja, je lijkt echt spastisch gewoon. Dat ben ik ook. Maar ik vind het ook wel raar. Je hebt een rendierpakje aan, hè? Want je ziet al, als je naar boven kijkt. Kijk, dan zie je zeg maar haar hoofd. Die komt zeg maar overeen met dat. Met die met zo'n kraagje heeft ze hier, hè? Kraagje? En ze heeft een clownsneus op. Nou, dat is mijn rendierneus. Ja, maar wat is het dan voor neus? Dat is toch een clownsneus? Ik ben Rudolf, de red-nosed reindeer. Rodolf. Huh? Wat? Rodolf. Rodolf. Nou, oké, okay, ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Oké. Okay. Nou, en mensen. Jingle bells, all the way, grap, floor in een arreslee. We gaan het voor deze keer laten bij deze video. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden, een leuke update. Vergeet geen like achter te laten en een leuke comment is sowieso heel erg gewaardeerd door het hele team. En vergeet ook niet te abonneren. En bedankt Robbie voor het meedoen. Alhoewel, ja, nou ja, sorry dat ik zoveel heb gepraat. Excuus. Ja, ik dacht dat we gingen bouwen. Ja, maar, ja, maar je kan niet echt goed met bouwen hoor. Oh! Ja, sorry, ja. We kunnen wel wat bouwen nog. Ja, ik vind best... Nu nog? Wil je nog gaan bouwen? Ja, zo. Nou, ik heb wel gebouwd. Nou, echt fantastisch. Mensen, tot de volgende video. Doei!